Welkom bij Alles Over Wonen. En ook deze week komen wij weer in actie. Soms lees je levensverhalen van mensen waarvan je denkt, hoeveel kan iemand hebben? En dat was precies het gevoel wat ik kreeg toen ik het verhaal van Priscilla las. En daarom zijn wij hier in Nieuwegein en komen wij voor haar in actie. Even in het kort. Je hebt 4 kinderen. Hoe oud zijn ze? En eigenlijk vanaf dat moment alleen maar zorgen. Zorgen en ellende gekend. En een heel groot deel van die ellende was ook nog eens een keer dat je geen thuis had. Geen thuisbasis. Hoe kwam dat? Want je werkt niet. Nee. Je mag vragen waarom niet? Nou, daar had ik een budgetbeheerder. Nog ineens om bewindvoeren, maar echt een budgetbeheerder. Nee. Je staat dan echt letterlijk op straat. Ja. Een hoop pit in jou. Niet te geloven. Even van wat opties zijn om je huis goed te beveiligen? Nou ja, de jaren 70, 80 woningen zien we eigenlijk nog in het rode vlak zien we terugkomen. Oh ja, dit is hoe het dus... Niet moet. Niet moet, nee. Ja. Rood, oranje, groen. Dit zijn de grendeltjes die niet afsluitbaar zijn. Dus middels ze kunnen een gaatje boren in het kozijn. Met een schroevendraaier kunnen ze dat grendeltje openmaken. Ja. En dit zijn nog kunststof sluitkommetjes. Ja, die bieden geen weerstand op het moment dat er met een schroevendraaier of een kleine koevoet tussen het raam geforceerd wordt. Nou, daar zijn dan de verbeterde grendeltjes voor te krijgen. Probeer hem maar open te maken. Deze zit op slot. Nou, dat gaat gewoon niet. Nee. Dus van buitenaf is dat gewoon niet te bedienen. En een haakje. En een haakje. En deze die zit op 5, met 5 goede schroeven vast. Ten opzichte van 2 eigenlijk veel te kleine schroefjes. Wat toen de tijd voldeed, maar tegenwoordig absoluut niet meer. Dus de veranderingen hoeven eigenlijk helemaal niet zo enorm groot te zijn. Maar ze zijn wel heel...